Achter mij zie je het oude raadhuis van Edam. En we zijn in Edam omdat hier misschien wel het allerberoemdste Nederlandse kaasje van de wereld gemaakt wordt. Namelijk de Edammer. Alleen er is nog maar één boer in Nederland die de echte Edammer boerenkaas maakt. Daar gaan we vandaag naartoe. Ga je mee? Kaas en zuivel kun je natuurlijk gewoon in de supermarkt kopen. Maar het is veel leuker om op zoek te gaan naar echte en pure smaken. Traditionele kazen met karakter, die worden bereid volgens eeuwenoude traditie. Of juist hele nieuwe, bijzondere smaken. Maar waar komen die producten vandaan? Hoe worden ze bereid en waarom is de smaak zo uniek? En misschien nog wel belangrijker, waar zijn ze te verkrijgen? Samen gaan we op zoek naar de antwoorden en bezoeken we zuivelbereiders door het hele land. Want ieder stukje boerderijzuivel heeft een bijzonder verhaal. Welkom in het land van boer en zuivel. Hallo! Hallo! Kijk, dat is de familie Koopman. En op hun kaasboerderij maken zij als enige in Nederland de echte Edammer boerenkaas. Nou heb ik mij laten vertellen dat je bij kaas mosterd moet eten. Dus dat heb ik meegenomen. Maar we hebben ons kaas niet nodig. Nou, dat is mooi. Dan doen we het weg. Maar Edammer kaas uit Weren. Nou, dat zullen we je laten zien. Kom maar mee. Top, let's go. Lia, this is where the magic happens, hè? Hoe gaat dat nou in zijn proces met de Edammer? Nou, hier komt 's morgens de melk in. Die wordt opgewarmd naar 30 graden. Dan gaat de stremsel erbij en het zuursel erbij. Dan wordt het stilgezet een half uur. Dan gaat de stremsel zijn werk doen. En na dat half uur gaan de messen erin en dan ga je beginnen met snijden. En dan krijg je dus de vrongel en de wei. En met de Edammerkaas tappen we 1 keer de wei af. En we verwarmen 1 keer op naar 33 graden. En dat is het proces van Edammerkaas maken. Okay. En ik zie, jullie hebben hier deze ketel natuurlijk, waar de Edammer dan gemaakt wordt. Daar is nog een ketel. Wordt daar dan andere kaas van gemaakt? Nee, het zijn 2 verschillende kaas. Want de Edammerkaas moet minder vet zijn. Dus daar is wat vet uitgehaald. En de Goudse kaas mag gewoon vol vet zijn. Dus dat is ook het verschil. En het verschil in maken. Dus het proces. Oké, ik zie hier allemaal kleine vaatjes. Ja. De Edammerkaasjes zijn klein rond kaasje. Ja. Wat is er dan zo speciaal? Waarom is er voor die vorm gekozen? Nou, dat is al vanuit vroeger. Het is de authentieke vorm wat wordt gebruikt. En ook het authentieke proces wat je daarbij moet gebruiken. Dus de Edammer heeft altijd een ronde vorm. Maar iemand heeft bedacht, het moet een bolletje worden. Ja. Ik denk het. En toen werd het een bolletje. En toen werd het een bolletje. Maar daar zit niet nog een idee achter. Nou, dat is in de 17e eeuw al ontstaan. Toen werden die kazen vaak op schepen meegenomen. En dan had je dus planken met een holletje. En daar kwamen die Edammers in te leggen. En die bleven mooi liggen op de schepen. En is het dan moeilijk om zo'n klein rond kaasje te maken? Het is zeker moeilijk. Het is een ander proces dan de Goudse kaas. Ja. En doet dat iets met de smaak? Zeker. De kaas is wat droger en wat zouter. En wat zuurder. Dat zijn de kenmerken van de Edammer. Ja, en dan moet hij gewoon nog lekker wezen natuurlijk. Ja, dat is wel belangrijk. Pakken we even de boeren-Edammer erbij. Dit is natuurlijk onze grote trots. Deze is van rauwmelk gemaakt, zoals alle boerenkaas. En we zijn natuurlijk de enige in heel Nederland die nog rauwmelkse boeren-Edammers maken. Dat is wel dapper eigenlijk. Dat is zeker dapper. Ja. En het is ook immaterieel, cultureel erfgoed geworden. En die liggen hier gewoon te rijpen op de plank? Die liggen hier te rijpen op de plank. Ze liggen meestal een maand of 2, 3. Dan komt de smaak het beste tot uiting. En wat is er nog meer belangrijk voor die smaak? Nou, we stoppen er heel veel liefde in en dat proef je. Ja, en jullie dieren, want ja, zonder de koeien is er natuurlijk ook geen kaas. Nou, we hebben dus koeien en die worden goed verzorgd. Die leveren goede melk en daar maken we deze mooie kaas. Nou, Hollandser dan dit wordt het niet volgens mij. Ja, en dat gras dat jullie hier hebben in het Westfriese landschap, is dat nou heel ander gras dan bijvoorbeeld bij ons thuis? Nou, in deze Westfriese polder hebben we echt een kleigrond. En Die kleigrond die heeft zoveel groeikracht, waardoor we ook in een droge zomer lekker nog met de koeien naar buiten kunnen. Want dat gras blijft eigenlijk lekker doorgroeien. Oh. En doet het dan nog iets met de smaak van de kaas? Ja, dat verse gras dat zorgt voor zachte vet in de melk. En dit zachte vet dat geeft echt een zachte smaak aan die kaas. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ik heb er wel trek in. Gaan we het al proeven? Gaan we wel doen. Lekker. We hebben de picknicktafel opgezet midden tussen de tulpen. Volgens mij zitten we wel goed in. Dat denk ik ook. Nou, dan is het tijd om te proeven. Nou, hier komt ie. Lekker. Lekker. Ik ben echt heel benieuwd. Lekker. Ja, die verse klei en het gras, dat proef je toch terug, hè? Je proeft naar meren. Ja, dat is wel bijzonder. Nou, dank jullie wel voor deze leuke dag. En als je nou ook wilt proeven of meer wilt weten over boerderijzuivel, bijvoorbeeld kaas, jong en oud, yoghurt, ijs, karnemelk, hangop, kefir of natuurlijk deze heerlijke echte Edammer boerenkaas van de familie Koopman, ga dan naar boerderijzuivel.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Boerenzuivel. Doei! Doei! Nou, dat ging goed hoor. Dat komt erg lekker.